Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we je leren hoe je perfecte roomijs moet maken. Met eventueel er nog een klein lekker smaakje bij. Wat heb je dan allemaal ook nodig voor roomijs? Natuurlijk room, 6 deciliter room, 125 gram bloemsuiker, ook 125 gram suiker, 4 eieren en dan smaak je naar keuze. Eerst en vooral klop je de bloemsuiker en de eidooiers van de 4 eieren samen in een pot. Dit klop je goed op tot schuim, maar vooral hou het eiwit nog zeker over. Dit heb je straks nog nodig. Als je daar nog een klein smaakje bij wilt toevoegen, doe je 2 lepels staf koffie als je mokka wilt doen. Maar je kan er ook wat andere dingen doen, zoals er een beetje aardbei bij doen. Vervolgens klop je de room en de helft van de suiker om tot slagroom, maar doe de suiker er pas in kleine stapjes bij. Vervolgens klop je het eiwit ook tot een goede schuim. En dan doe je al de suiker tot erbij. Zo weet je hoe dat het schuim echt goed geklopt is. Je draait het lichtjes om en als het eruit valt, dan moest je wel langer kloppen. Nu gaan we de slagroom bij het eidooier met suikermengsel doen. En dan gaan we dat kloppen. Vervolgens spatel je het door elkaar. Als het goed gemengd is, doe je op dezelfde manier het eiwit erbij. Als alles goed is gemengd, doe je dit mengsel in het ijsmachine. Zo, een half uurtje in de ijsmachine. En smakelijk, hè? Heerlijk. Kei lekker. Ook zeker proberen.